Ontspannen, maar ook gefocust is de selectie van PSV in aanloop naar een nieuwe stap in Europa. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy kan donderdag namelijk Europees overwinteren door thuis af te rekenen met FC Zürich. En dat lijkt een eenvoudige opgave na de 1-5 in Zwitserland. De wedstrijd die we daar speelden was onder de interim trainer. En nu is er dan een definitieve nieuwe trainer aangesteld. Ja, dan moet je toch kijken. Gaan er dingen veranderen in hoe ze spelen of hoe ze zich op het veld vertonen richting ons. Dus dat wordt altijd even afwachten morgen. Maar wij moeten vooral op onszelf richten en goed zijn. Er is in ieder geval volop vertrouwen in een nieuwe overwinning in de Europa League. Zeker na de winst tegen Heerenveen afgelopen weekend. I think now we can feel a bit a change in the changing room. That we really stick together, that we really fight for each other, run for each other. And I think this is a big, big difference. So that we also can win games against Heerenveen, where it's a long 0-0. We keep the zero at the back and then we've got enough quality up front to score goals. Yeah. PSV kan bij een zege dus al overwinteren in Europa en meteen een goede stap zetten om de knock-outfase in de Europa League te bereiken. De vooruitzichten zijn goed, ook omdat een aantal belangrijke spelers zoals Luc de Jong en Noni Madueke bijna weer minuten mogen maken na blessureleed. De ene is natuurlijk langer eruit geweest dan de ander, maar ze worden allemaal geïntegreerd in teamtraining. De ene volledig, de andere in gedeeltes dan gaan we zo snel mogelijk stappen maken richting wedstrijdminuten. De aftrap is donderdagavond om 9 uur in het Philipsstadion dus. De wedstrijd is live te volgen via Studio 040 Radio.